Een heel goede avond. Ze had al 2 keer zilver op het WK baanwielrennen. En nu heeft Lotte Kopecky ook goud gepakt. Op de laatste dag van het wereldkampioenschap in Roubaix was ze de beste in de puntenkoers. Onze landgenote overtroefde in een zenuwslopende finale haar concurrentes. Ze pakte maar liefst 3 keer een winstronde en dat is ruim voldoende voor de gouden medaille. Het zilver is voor de Britse Katie Archibald en het brons voor de Nederlandse Kirsten Wild. Ja, het is gewoon een droom om als renner wereldkampioen te worden. En, het is een enorm lang seizoen geweest. Enorm mooi seizoen ergens wel, maar ook wel enorm veel tegenslagen gehad. En dit maakt toch wel enorm veel goed. Als ik het podium bekijk, is het wel, wel een eer om tussen die twee dames te staan. Het is wel een enorme motivatieboost om hiermee in rust te gaan. En nog meer mooi sportnieuws. Onze landgenoot Bashir Abdi heeft in Rotterdam vanochtend het Europese record op de marathon verpulverd. Abdi finishte officieel in 2 uur, 3 minuten en 36 seconden. Dat is ruim 40 seconden beter dan het vorige record. En ook goed voor een nieuw Belgisch record. Abdi won op de Olympische Spelen deze zomer nog brons op de marathon en had niet verwacht dat hij nu al opnieuw op deze manier voor Belgische atletiekgeschiedenis zou zorgen. Ja, ik heb vanmorgen jullie gezegd nog 1 keer het lichaam laten afzien. Ik ben heel blij dat ik hier gekomen ben. Ik heb gezegd, Rotterdam voelt als thuiswedstrijd. En ja, die thuisvoordeling had ik vandaag. Echt, op bepaalde stukken werd ik bijna doof. Waren ze aan het schreeuwen, Belgische vlaggen. En ja, dat heeft me gewoon gemotiveerd om te zeggen van, wat ze ook doen, ik heb antwoord van. In het voetbal hebben Antwerpen en Club Brugge 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht won makkelijk met 4-2 van Beerschot. In de stand staan Club en Antwerpen nu 2-3 na de verrassende leider Union. Anderlecht sluit opnieuw aan bij de top. En voor Beerschot gaat het elke week van kwaad naar erger. Ze hebben nog 2 punten nu op 36. En dan het algemene nieuws. Binnenkort kunnen alle Vlaamse zorginstellingen, wellicht vanaf begin november, het COVID-safe-ticket invoeren voor bezoekers. Woensdag wordt hierover een decreet gestemd in het Vlaams parlement. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gezegd in de Zevende Dag. Het gaat dan om woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap en ziekenhuizen. Het gaat niet om een verplichting zoals die wel al bestaat voor discotheken, dansings- en massa-evenementen. De instellingen die kunnen zelf kiezen of ze een coronapas vragen aan bezoekers of niet. Die hele CST-discussie hebben we gehad. Ten eerste, we hebben ze ingevoerd voor een aantal zaken. Hè. In de evenementen zomer, vanaf 500. In de zomer voor vakanties, voor evenementen, voor dansings, discotheken en andere. En ik zal het ook invoeren voor onze woonzorgcentra, onze zorgvoorzieningen. Ik zie dat we daar verplicht ook voor iedereen, bewoners, personeel, bezoekers. Ik zie dat we daar ook met stijgende cijfers zitten, besmettingscijfers zitten. We zitten daar met doorbraken. Dat is een zaak voor bezoekers. Wat personeel betreft, daar moeten we vooral kijken naar een verplichte vaccinatie. En daar is collega Van den Broeke mee bezig. Ja, de cijfers die baren Vlaanderen dus zorgen, maar ook het federale niveau is ermee bezig met die snel stijgende coronacijfers. Niet alleen de besmettingscijfers, maar ook de ziekenhuiscijfers volgen met een beetje vertraging de trend. Volgende week vrijdag was er al een overlegcomité gepland, maar omdat het de slechte richting uitgaat, heeft premier Alexander De Croo beslist om morgen al in spoed bijeen te komen met het kernkabinet. Er is opnieuw, en dat is opvallend, een rush bezig om zonnepanelen te leggen. Dat heeft alles te maken met de hoge energieprijzen. Precieze cijfers zijn er nog niet. Sommige mensen in de sector spreken van een verdubbeling van de interesse de laatste 2-3 weken. Maar hoe dan ook is dat goed nieuws, want de markt was begin dit jaar ingestort na de heisa over de afschaffing van de terugdraaiende teller. Zelfs op een zondag trekt de opendeurdag van een installateur van zonnepanelen veel volk. Voor die zonnepanelen heb je sowieso een omvormer nodig. Ja. De interesse is groot en de vraag naar zonnepanelen is de laatste weken opvallend gestegen. De stijging is bijna vervijfvoudigd. En als ik nu kijk naar de mensen die er vandaag binnenkomen, dan denk ik dat het cijfer nog heel fel gaat toenemen. Mensen zijn echt terug bewust bezig met hun keuzes voor de toekomst.
Een vervijfvoudiging. En de reden waarom is eenvoudig. Met de stijgende energieprijs en de stijgende gasprijs moeten we nu de beslissing maken van gaan we eerder voor warmtepomp en daarmee verwarmen. En de zonnepanelen zit wel mee in het idee, maar dus inderdaad nu met de open deur kijken van hoeveel zonnepanelen en waar kunnen we die energie voor gebruiken. Precieze cijfers zijn er nog niet, maar het lijkt erop dat de markt van zonnepanelen aan het herstellen is na de heisa over de afschaffing van de terugdraaiende teller. Dairo Antonio Usuga of Otton Jell. Die naam zegt u wellicht niks, maar hij was al jaren de meest gezochte drugscrimineel in Colombia. Na jarenlang intensief speurwerk is de man nu opgepakt. Hij wordt verdacht van drugsmokkel, moord, ontvoering en afpersing. Hij stond aan het hoofd van een criminele organisatie met honderden gewapende leden. De man verstopte zich in de jungle en veranderde voortdurend van locatie om uit de handen van het gerecht te blijven. Een gehandboeide Dairo Antonio Usuga wordt weggeleid door Colombiaanse soldaten. Na een militaire operatie kon hij opgepakt worden en met een helikopter uit zijn schuiloord uit de jungle worden gehaald. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Usuga stond aan het hoofd van een gevreesd crimineel netwerk met zo'n 1800 gewapende leden. De Clan del Golfo terroriseerde een groot deel van Colombia en controleerde internationale smokkelroutes voor cocaïne. Usuga sliep nooit meer dan twee nachten op dezelfde plek en was extreem goed beveiligd. Teníamos claro que se estaba moviendo con 8 anillos de seguridad más de 50 expertos en inteligencia de señales permanentemente sobre esa área en una cobertura exacta que nos permitían indicar cómo eran los movimientos, como lo acaba de indicar Miguel Navarro, para irlo sacando de donde estaba. Nog 6 weken en het worden erg spannende tijden voor kindjes, want dan is het tijd misschien voor de Sint. Om de kinderen al warm te maken is er een nieuwe film. Sinterklaas en koning Kabardas heet die. Ramon, Palomita en co. kwamen hem vandaag voorstellen in Antwerpen. Uiteraard is er een slechterik in het spel die probeert om de Sint te boycotten. Straks hoort u er alles over om 7 uur. Tot kijk.